ja, alle apparatuur meegenomen. Een hoop geld kwijt. Onze trots, Lifty, onze masters weg. Ja, wat daar maar niet leuker van. De teleurstelling bij de leden van Etherpiraat station Testarossa was groot afgelopen vrijdagmiddag. Het agentschap Telecom en de politie maakten in Beltrum noodgedwongen een einde aan hun illegale marathonuitzending. De zendapparatuur werd in beslag genomen en de zelfgebouwde mast van 85 meter werd omlaag gehaald. De leden van Testarossa, die om privacyredenen en uit angst voor represailles anoniem willen blijven, vonden het politieoptreden bij de zender veel te overdreven. Ik vind, ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Er worden mensen vermoord, verkrachtingen en er komt een, je moet maar wachten op een agentje. En hier komt gewoon 25 politieauto's komen hier op af. Ik snap dat niet. We waren afgelopen vrijdag, denk ik, persoonlijk met een man of 18 te plaatsen. En dat heeft alles te maken dat de mensen massaal afkomen op de zender als die uit de lucht gehaald wordt. Uit ervaring weten wij dat de luisteraars van een bepaald zendstation toch uiterst creatief zijn in het belemmeren van de ambtshandelingen, zoals wij dat noemen, daar te plaatsen. Bijvoorbeeld blokkeren van toegangswegen, te voorkomen dat spul wordt afgevoerd enzovoort enzovoort. In totaal werd er voor ongeveer €25.000 aan zendapparatuur in beslag genomen. De leden gingen vrijdagavond echter niet bij de pakken neerzitten. Door hulp van collega Etherpiraten kon de marathonuitzending van zaterdagmiddag tot zondagavond voortgezet worden. Het is en blijft een hobby voor ons en onkruid vergaat niet. Dus ja, we gaan gewoon door. We hebben de nieuwe plannen al wel liggen. Ja, onze oude masthit noemden we Lifty. Nou, we zijn alweer bezig met Lifty 2.0. Het enige advies wat ik ze mee kan geven is, zorg dat spul niet in het publieke domein geplaatst wordt. Want als het spul ontdekt wordt, ja, dan wordt het in beslag genomen en dan wordt het afgevoerd.